Goedendag, kijk naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. We beginnen met de satellietfoto van vanochtend. Als ik hem in beweging zet, dan zien we dat er behoorlijk wat bewolking van zuidwest naar het noordoost over het land trok. Het waren vooral hoge, dikke sluierwolken waar de zon van tijd tot tijd nog aardig doorheen kwam, maar de bewolking had wel vaak de overhand, geen regen. Maar als we naar het gebied kijken wat boven Frankrijk ligt, dat is een andere soort bewolking. Die bewolking is veel dikker, daar valt wel regen uit en dat komt wel onze kant op. Het gaat langzaam. Maar uiteindelijk trekt het in de loop van de avond en nacht van zuid naar noord over het land. Dat zien we ook in de modelvelden terug. We zien de regen hier al komen. En in de loop van de nacht trekt het dan van zuid naar noord. Als we dan naar morgenochtend 10 uur kijken, dan zien we dat de regen eigenlijk nog steeds boven het noorden van Nederland ligt, maar dat het in het zuiden dan grotendeels droog is. En in Frankrijk en in het westen van België zien we dan alweer nieuwe buien zitten. En die buien, daar kan een klapon weer bij zitten. En ook dat komt onze kant op. En dat hebben we dan morgen later op de dag. Hier zien we het. De buien trekken ook dan weer van zuid naar noord. Kunnen dus lokaal stevige buien zijn, met name in de middag en avond. Woensdag stabiliseert de atmosfeer. Betekent minder buien. Nog niet helemaal droog. En ook nog wel best veel bewolking. Want als je goed kijkt, zie je dat het regengebied nog heel dicht bij Nederland ligt. En daardoor hebben wij nog met de bijbehorende wolkenvelden te maken. Meeste zonneschijn in het zuidwesten en westen woensdag. Donderdag komt het hoge drukgebied dichterbij en dan wordt het allemaal weer beter weer. Morgen dus, vanuit het zuiden. Enkele regenonweersbuien. En de meeste buien vallen in de middag en avond. In de ochtend is het grotendeels droog, dan schijnt ook af en toe de zon. Alleen in het noorden is het morgenochtend juist nog regenachtig. Daar in de middag zon en daar komen de buien aan het einde van de middag en pas in de avonduren. Temperaturen zijn helemaal niet slecht voor begin oktober, rond de 20 graden. En de windwaarde uit het zuiden tot zuidoosten en die zwinkkracht 3 tot 4. Zoals gezegd, woensdag nog een enkel buitje, veel wolkenvelden, slechts af en toe zon en de temperatuur levert al iets in, rond de 17 graden. Donderdag draait de wind naar het noorden, dan wordt het 16 graden, en vrijdag wordt het met diezelfde noordenwind een graad op 15. Donderdag heel lokaal misschien nog een bui, en vanaf vrijdag lijkt het overal in het hele land droog te blijven. Temperaturen gaan overdag dus wat naar beneden en dat zien we ook in deze 15-daagse terug. Duidelijk dalende trend. En daarna blijft het een lange tijd zo tussen de 10 en de 15 graden kabbelen. En let ook op de minima, die komen steeds vaker rond of onder de 5 graden uit. Dus uh, over een tijdje, halverwege oktober ongeveer, dan uh, neemt de kans op nachtvorst toe. En hoe zitten we dan met de neerslag? Nou, als je van regen houdt, dan gaan we barre tijden tegemoet. Want komende nacht en morgen dus wel buien. Woensdag nog een lokaal buitje. Maar daarna moeten we bijna weer een week wachten voordat het opnieuw wisselvallig lijkt te worden. Al met al dus uh, droge vooruitzichten. Alleen morgen een echt wisselvallige dag. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.